Het is bijna vaderdag. En dat betekent natuurlijk dat je je vader op zo'n origineel mogelijke manier gaat bedanken voor alles wat hij ooit voor je heeft gedaan. Dat kun je doen door het versieren van je huiskamer bijvoorbeeld. Maar aangezien mijn vader boer is, gaan we dat vandaag even een beetje anders doen. Ik ga namelijk samen met mijn broers vannacht mijn vaders koeienstal versieren. Oké, het is 2 uur 's nachts. Mijn vader wordt wakker om 6 uur. En dat betekent dat we 4 uur hebben om deze stal een volledige make-over te geven. En moet stil zijn, anders wordt hij wakker. En ook zeg maar ballonnenslingers. En we hebben dat laken. De eerste slinger hangt. Kans of hij wordt om 5:30 wakker of om 6 uur, dat weten we niet. Maar goed, we moeten toch heel spannend maken, we moeten toch hele rode lopen doen, we moeten toch allemaal meuken tegelijkertijd doen, dus ik weet niet of het gaat lukken. Ik denk het wel, ik hoop het, ik weet niet zeker. Het is 5 uur en dat betekent dat hij ongeveer binnen een uur wakker wordt en hier naartoe gaat. We zijn best wel ver gekomen, dus ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Het is inmiddels al 6:30, we staan al een uur te wachten en hij is nog steeds niet. Dus volgens mij besluit hij vandaag gewoon uit te slapen. Dat is helemaal kut. Bedankt, pa. Nou, aangezien het bijna vaderdag is, dachten we, we geven de stal een beetje een make-over. Oké. Dus we zijn om 2 uur zijn we dit gaan doen. 2 uur 's nachts. Oké. Dus bedankt, pa. er is nog iets, nog een klein cadeau. Maar daarvoor moeten we eerst even naar binnen. Als klant op de vuurpijl heb ik speciaal een visstick maaltijd klaargemaakt. Geen ontbijt op bed, maar visstick aan tafel. Voordat ik ga wil ik je nog 1 ding opdragen. En dat is om jouw vader op een zo origineel mogelijke manier te bedanken. En dit te delen via hashtag bedankpa op Twitter en Instagram en waar dan ook. Fijne vaderdag en niks meer. Is mijn grote held, mijn vader. De man waarmee ik vroeger hele weekenden ging vissen. Ik ga het gewoon hebben over superhelden die nog niet bestaan, die je wel wil weten, die je wel wil zijn. Ik geef jou gewoon inspiratie om voor de rest van je leven superheld te zijn.